Het kampereiland. Rust, ruimte en prachtige natuur. Een perfecte plek ook voor zorg op maat. Dat kan in een van de 4 zorgboerderijen van het kampereiland. De boerderijen zijn elk op hun eigen manier bezig met zorg. Antoons Erf aan de Friese Weg werkt met jongeren van 5 tot en met 18 jaar die met jeugdzorg in aanraking zijn gekomen. De boerderij zelf staat centraal. Hier kunnen de kinderen tot rust komen en genieten van het boerenleven. Het is een echte boerderij waar een ruim 50 melkkoeien lopen. En bij een boerderij is toch wel een bijzonderheid aan dat er veel ruimte is, daar de structuren zijn. En dat mogen de jongeren met ons beleven hier op deze boerderij. Op onze boerderij hebben we naast de ruimtes voor de dieren, dus de stallen die er zijn voor de melkkoeien, de stallen voor de kleine kalfjes en het jongvee wat hier is, hebben we ook voor onze jongeren die hier zijn een eigen leefruimte. Sinds een jaar, ruim een jaar geleden, hebben we een schuur verbouwd. En daar hebben we momenteel een fijne leefruimte om die dag samen met de jongeren, met onze eigen gezinsleden, daar met elkaar te zijn. En elkaar eten, maar ook gezellig samen zijn. De boerderij en het familiegevoel vormen een goede basis voor zorg aan jongeren. Volwassenen van 21 tot zelfs 70 jaar kunnen terecht bij zorgboerderij De Kattenwaard. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen hier leren en groeien in hun ontwikkeling. Ze kunnen hier in alle rust werken en ze komen helemaal aan zichzelf toe. Ze kunnen zichzelf hier erg ontplooien en kijken wat hun mogelijkheden zijn. En als ze dan iets gedaan hebben en het is gelukt, zijn ze ontzettend trots op. Ze zijn dan erg gegroeid. Een van de deelnemers aan de dagbesteding is de 70-jarige Teunis. Hij helpt overdag mee in de kassen en doet allerlei klusjes op de boerderij. Ik vind die wel leuk, echt wel. Ja. De deelnemers aan de dagopvang werken ook veel met dieren. En dat contact doet ze goed. En met dieren is juist heel erg belangrijk, omdat ze bij dieren zichzelf kunnen zijn. En dieren oordelen niet, dus die vinden niks gek of zo. En dat werkt heel erg goed. Sommige cliënten wonen op de boerderij. Ze krijgen dagelijks bezoek van een van de begeleiders van de zorginstelling. De mensen die ik hier begeleid, die wonen op deze zorgboerderij. Ze kunnen wonen in een rustige omgeving, met weinig prikkels, in de natuur. Vind ik heel mooi dat kan. De Kattenwaard werkt nauw samen met de buren. Zo werkt Alexander, een van de deelnemers aan de dagbesteding, regelmatig op de boerderij van de familie van het Oever. Hij vindt het heerlijk om in de stallen te werken. Vooral rustig en rustige omgeving en niet zoveel mensen om me heen. En dat ik gewoon, als ik dingen kan vragen, dat er ook naar me geluisterd wordt. Dat vind ik fijn. De familie van het Oever laat regelmatig mensen zoals Alex op hun boerderij werken. En dat bevalt uitstekend. Toen Henriette en Rijn Kloppenburg naast ons kwamen wonen, toen raakten we in gesprek. En toen kwam al vrij snel naar voren of er een mogelijkheid was dat we ook iets voor hun konden betekenen, voor hun mensen. Als extraatje. En nu we eenmaal hier mensen hebben, bevalt het ons zo goed dat we het wel graag uit zouden willen breiden. Zorgboerderij De Kleine Vos aan de Rechterveldweg werkt ook met jongeren van 5 tot en met 20 jaar. Alle jongeren hebben een vorm van autisme. Op de boerderij vinden ze rust en ruimte om samen bezig te zijn. Voor jongeren is dat gewoon magnifiek, want die hebben ruimte nodig. En de andere kant maakt het uniek dat wij op een heel eigen manier met autisme omgaan. En dat betekent dat wij jongeren heel veel ruimte geven om zichzelf te zijn. Ze hebben heel veel gelegenheid om in een dagprogramma, in de manier van zijn,
mogen ze zichzelf zijn. Jordi is een van de jongeren die regelmatig op de kleine Vos is te vinden. Hij heeft het hier erg naar zijn zin. Ik heb het altijd heel erg gezellig hier. Leiding is altijd precies goed. En wanneer er iets moet gebeuren, zijn ze er altijd wel bij. En ze weten altijd wel iets te doen wat nodig is. Op de Kleine Vos zijn er drie vormen van opvang. Er zijn jongeren die er deeltijd wonen, alle weken van maandag tot en met vrijdag. En ook is er een logeeropvang voor in de weekenden en tijdens schoolvakanties. En sommige jongeren maken gebruik van de dagopvang. Voor alle jongeren is er genoeg te doen op de boerderij. Met elkaar kunnen ze hier hebben ze hier de ruimte. En zodra iemand hout wil hakken of wil kloven, dan kan dat. Of als je met iemand anders lekker de dieren wil verzorgen, dan kan dat. En als ze de ervaring hebben dat het thuis toch soms moeilijk is, of op een sportclub moeilijk is, of in een klas moeilijk is, ja, dan is het heel lekker dat je een plek hebt waar je toch met een aantal mensen kunt spelen en plezier kunt hebben. En zonder dat er ruzie is en zonder dat er spanning is. De vier zorgboerderijen op het Kampereiland hebben elk hun eigen unieke karakter. Ze zien elkaar niet als concurrenten, maar als collega's. De zorgboeren vinden samenwerking dan ook erg belangrijk. Om te laten zien wie zijn we en wat doen wij hier op het platteland, wat doen we hier op deze boerderijen. Om dit te laten zien naar de burgers, maar ook vooral naar de gemeentes toe. Het is denk ik belangrijk, zeker de toekomst en wat de regering wil met de vergoedingen, dat we samen gaan werken. En dan kun je denk ik meer voor elkaar krijgen. Je hoeft niet allemaal opnieuw het wiel uit te vinden en ja, je kunt elkaar ook versterken. Je bent niet mekaars concurrent, maar je helpt elkaar juist en je vult elkaar aan. In contacten met de gemeente, in contacten met een zorgkantoor om je stem te laten horen. Nou, daar is samenwerking er belangrijk voor. En met elkaar kunnen we een breed zorgaanbod realiseren. Kent u ook iemand die wil genieten van rust, ruimte en goede zorg op het Kampereiland? Of wilt u meer informatie over de zorgboerderijen? Neem dan contact op. Want zorgen voor elkaar doe je samen.